als het goed is, dat de start is. Oké, kun je dan het geluid in de zaal misschien even dempen, want dat komt er nog wel doorheen. Zeker uitdoen, al dat gekakel hier. Precies. Ja. Oké. Ja, welkom bij deze, ik vermoed inderdaad wel laatste keer online dat ik hier ook dit vanaf thuis doe qua review. Volgende keer wel, denk ik, weer op locatie. Dus dan kunnen we elkaar misschien deels in een zaaltje zien en deels inderdaad weer even goed zo online. Gaan we weer ervaren hoe dat uiteindelijk gaat. Nu nog eventjes gewoon vertrouwd, voor mij in ieder geval, vanuit huis hier. Sprint review. Sprint 3 gehad. PI 21, zoals net ook aangegeven, eigenlijk een goede sprint gehad. Dus zometeen aardig wat dingen om te laten zien. En daarna wil ik jullie nog weer even meenemen, ook in het voornemen dus voor sprint 4. Zijn inmiddels namelijk wel wat verschuivingen, ook door de afhankelijkheden die wij hebben van andere teams. Dat het er wat anders begint uit te zien. Moet even wat herplannen. Onze eigen sprint. Hier kunnen jullie het zien. Goed doorlopen. En vanwege die verschuivingen dus daar wat kruisjes rechtsonder. Laat ik daar eerst even bij stilstaan. Net ook al aangegeven dat zoeken verbeteren voor die werkzaamheden. Dat lukt dus even niet. Omdat we inderdaad op die nieuwe index moeten wachten. De huidige die is opgebouwd zeg maar door het team van Vincent. Toepasbare regels. Die bevatten nog niet alle juiste data, alle trefwoorden die erbij zitten bij de werkzaamheden, waardoor we juiste resultaten terug konden krijgen. Dus toen we daarmee aan de gang wilden, toen bleek dat het nog niet ging. Dus dat moeten zij nog aanpassen. En als het goed is, kunnen zij dat dan volgende sprint gaan doen. En kunnen wij dus pas in sprint 5 het zoeken van werkzaamheden daadwerkelijk aanpassen. Maar als het goed is, lukt dat dus nog wel om dat binnen dit PI op te pakken. De andere, dat is ook samenwerking met het team van Vincent. Ondubbelen van het toepassingsbereik. Milieuregels gaat het om. Eigenlijk hergebruik conclusie ook wel genoemd. Waar we hier er tegenaan liepen toen we dit gebouwd hadden. Was dat in het ontwerp hadden we afgesproken dat we de naam van de werkzaamheid mee zouden krijgen. Zodat we een gebruiker kunnen wijzen van ja, u heeft niet alle vragen. Althans, u heeft voor deze werkzaamheid geen conclusie. Want u moet voor die andere werkzaamheid de vragen nog beantwoorden. Het heeft ermee te maken doordat het ondubbeld is. Zitten de vragen maar bij één werkzaamheid en heb je die dus in een andere nodig. En dan specifiek verwijzen willen we graag doen. Alleen kregen we nu niet de naam van de werkzaamheid mee, maar we kregen de ID van de activiteit mee. Nou, heel checken werkt natuurlijk alleen maar met werkzaamheden. En pas op het conclusiescherm tonen we activiteiten. Dus we kunnen niet iemand terugverwijzen naar vragen beantwoorden met activiteiten, want die zie je daar helemaal niet. Dus die informatie, daar konden we niks mee. En we kunnen ook zelf, want wij weten natuurlijk welke werkzaamheden er wel zijn. We krijgen vragen per activiteit. Maar daar zit net een andere identifier op. Dus technisch zijn dat twee verschillende. Dus wij konden ook helaas niet in het lijstje wat we nu hebben, makkelijk de bijbehorende werkzaamheid opzoeken. Dus daar hebben we een tijdelijke oplossing gerealiseerd. Waarin we toch verwijzen voor die gebruiker dat die alle andere werkzaamheden moet beantwoorden voordat hij daar een conclusie kan krijgen. Ja, dat is dus feitelijk niet helemaal juist, maar in ieder geval qua proces weet je dat je dan wel in ieder geval een conclusie krijgt. Op het moment dat wij wel de juiste identifier van 13 doorkrijgen, zal naar verwachting ook sprint 5 worden. Hopelijk, misschien sprint 6, zij moeten nog kijken, omdat het bij hun ook wat in de tijd uitloopt door onder andere een verstoring die is geweest. Maar in ieder geval zullen wij het uiteindelijk wel gaan aanpassen dat je de specifieke werkzaamheid te zien krijgt. Nou, dan, wat is wel allemaal gelukt? Het grootste gedeelte dus van dat tonen daarvan is wel gelukt met die workaround. Tijdreizen, beperkingen in het gebied, afstemmen van het ontwerp, dat is inmiddels nu ook gelukkig met Ozon. Dus weten hoe we dat kunnen gaan doen. Zoeken verbeteren, alleen de relevante subactiviteiten tonen. Had ermee te maken dat als je een locatie kiest waar dus bijvoorbeeld geen subactiviteiten gelden. Dat kan omdat de toonbare activiteit voor heel Nederland geldt. En op heel veel locaties gelden dan wel bepaalde activiteiten daaronder. Maar dat hoeft niet voor alle situaties het geval te zijn. Ja, dan wil je ook die hoofdactiviteit op die locatie hier bijvoorbeeld niet zien. Want dat geeft heel gek gedrag van dan kies je wat. Dan moet je volgens het systeem gaan verfijnen. Alleen dan zit er niks. Ik zie al wat zoekende blikken. We gaan het straks laten zien. Dan wordt het denk ik een stuk duidelijker.
Wat wel meteen duidelijk is, is denk ik een luchtfoto als achtergrond. Maar gaan we ook gewoon laten zien zo meteen. Mooie stap inderdaad om wat makkelijker je locatie te kunnen kiezen. Misschien net een beetje meer herkenning. Alle bomen kloppen misschien niet helemaal meer in de afgelopen dagen die hier staan. Qua luchtfoto natuurlijk met werkelijkheid, maar toch. Dan de conclusie van de vergunningcheck. Daar gaan we vooral uitgebreid bij stilstaan. En verder nog wat beheer- en onderhoudszaken die wij eigenlijk hebben afgerond. Bestanden versleuteld opslaan is daar wel een belangrijke in. Gaan we hier geen demo ingeven van hoe dat exact werkt. Zit allemaal versleuteld, is een beveiligingsaspect. En voor de relevante personen die gaan dit wel uiteindelijk te zien krijgen. Maar dat doen we even in een privé sessie, zeg maar. En het uitfileren van de wasstraat, hebben wij ons werk eigenlijk nagenoeg af. Alleen we moeten het nog even testen. Dus en daar wacht ik op totdat de rest het ook af heeft. Dus nou, heel hoop afgerond. Wat gaan we laten zien? We starten zo eerst met Ricardo voor de conclusie van de vergunningcheck. Dan gaan we door met de herbruikbare beslissing. Ook op de conclusiepagina eigenlijk een stukje. Dat laat Jeroen dan even zien. Vervolgens twee dingen die Menno laat zien, namelijk het verbeteren locatie kiezen en het verbeteren van het zoeken. Dus alleen die subactiviteiten. Dus allereerst Ricardo, aan jou. Yes, oké. Okay. Nou, ik heb hier alvast wat werkzaamheden geselecteerd om straks even verschillende varianten van conclusies verschillende scenario's te laten zien. Even kijken. Ik heb er 1, 2, 3, 4. Ook een paar zonder vragen. Ten eerste wil ik even de situatie laten zien dat als je nog niet alle vragen hebt beantwoord, dan zie je ook geen conclusie voor die werkzaamheid, maar dan zie je een melding. Dat heb ik net al eigenlijk laten zien. Ik doe het hier nog een keer. Nou goed. Je ziet op de conclusiepagina dat bovenaan de melding staat dat je nog even terug moet om alles te beantwoorden. En voor de specifieke werkzaamheid staat daar ook nog kort de melding. En voor degene waar wel een conclusie voor is, zien we dat wel. Nou, gaan we nog even terug. Beantwoord ik de juiste vraag. Alle vragen zijn beantwoord. Nou, en dan zien we dat die melding ook weg is en dat we voor bodemenergiesysteem wel een conclusie hebben. Nou, wat we hier zien is eigenlijk dat het allemaal gegroepeerd is op een gebruikersactie. Waar we voorheen eigenlijk alle conclusies opzonden of ja, per activiteit. Zien we hier dat we eigenlijk per gebruikersactie het groeperen. En ook niet alles in één keer weergeven. Waardoor het zo is het iets rustiger voor de gebruiker. Nou, laten we even gewoon alles gaan doorlopen om te kijken wat we moeten doen. Nou, voor hier staat er dus contact opnemen met de gemeente over één activiteit. Nou, als we dan gaan kijken, zien we eigenlijk dat we wat vragen missen. Dus het is eigenlijk een soort fout scenario. Dus er is geen vragenlijst beschikbaar voor deze activiteit. En hieronder de opsomming. Dus hier zien we ook de combinatie met een subactiviteit. Dus dan zie je ook de nesting waar het dan bij hoort. Dus ja, voor deze moet je dus contact opnemen met die gemeente. Nou, de volgende. Voor deze situatie, of voor deze activiteit, heb je dus geen vergunning of melding nodig. Ook hier weer die hiërarchie tussen de activiteit en subactiviteit. Nou, en bij de volgende werkzaamheid zijn er weer andere acties nodig. Voor deze moeten we dus informatie geven. Nou, hier zie je een scenario van een activiteit met een toelichting. Geen idee wat de contentmaker hiermee bedoeld heeft om te laten zien, maar het wordt niet heel mooi weergegeven. Dit stukje. Nou goed, wel een mooie lijst in de toelichting. Het kan ook zo zijn dat hier tussen nog een voorbehouden staat. Ik heb volgens mij geen voorbeeld kunnen zien, maar ook een conclusie kunnen voorbehouden bevatten. En dan komen die hier boven de toelichting te staan. Hier weer eentje over contact opnemen met de gemeente. Dus denk, ja, dat is dezelfde situatie. Er missen wat vragen voor deze activiteit.
Dan hebben we ook nog een situatie voor deze werkzaamheid dat er niks van toepassing is. Dus er zijn geen regels van toepassing. Daar hebben we ook weer een andere melding voor. En hier hebben we een situatie met wat verschillende zaken. Het gaat hier om 3 activiteiten zelfs, waar je naar je gemeente toe moet gaan. Nou, 2 activiteiten met een toelichting en 1 activiteit waarvoor de vragen weer missen. Dus ook die situaties kunnen eigenlijk in één panel voorkomen. Maar omdat het allemaal te maken heeft met contact opnemen met de gemeente, wordt het allemaal gegroepeerd onder 1 actie. Zodat het voor de gebruiker duidelijk is waar en wat hij moet doen. En dan hebben we hier nog 1 situatie dat we een melding moeten doen voor 2 activiteiten. Nou, hier zijn er 2 subactiviteiten. Met een andere bovenliggende activiteit. Al weet ik niet zeker of dit juiste content is. Maar deze situatie wil ik wel laten zien, omdat er wordt gezegd, er is een conclusie dat je een melding moet doen. Maar eigenlijk, wat hieronder dus ook staat, als we deze willen gaan aanvragen, of de melding willen gaan indienen, dan kan dat eigenlijk niet. Omdat deze activiteiten niet toepasbaar zijn gemaakt, of er is geen vragenlijst voor. En dan komt hier eigenlijk ook de melding van, ja, dat kan helemaal niet. Dus je moet alsnog contact nemen met die gemeente. Ik denk dat dit wel zo'n beetje de meeste scenario's zijn die we hier op de conclusiepagina kunnen tonen. Voor nu even voldoende, Rick. Microfoon aanzetten. Ja, denk het wel. Even kijken. Zie ik zijn er misschien nog vragen? Vragen inderdaad. Handjes in ieder geval niet. Ik weet niet of er vragen vanuit de zaal zijn. Dat kan ik heel slecht zien in ieder geval. Dus niet of Danilo daar nog aanwezig is, aan kan geven. Er zijn geen vragen. Marjolein zie ik hier. Ja, hoi en goedemorgen. Ik zag even iets wat ik niet begreep in het begin van de presentatie. Misschien wil Ricardo even naar de eerste vragen antwoorden toe gaan. In het conclusiescherm. Oké. Ja? Kan je die nog even uitklappen? Want ik zag iets wat ik denk van, hé, hoe zit het nou? Doe je deze? Ja? Want ik had ook alleen met de gemeente over 1 activiteit. Ja. Oké, die snap ik. En dan die volgende? Ja, even kijken. Je hebt dus 1 werkzaamheid. Daar zijn dus als het goed is 2 activiteiten aangekoppeld. Maar voor de gebruiker, die zal het, ik weet niet of een gebruiker, is dit getest trouwens, of die dit begrijpt? Want hij krijgt dus eigenlijk bij 1 werkzaamheid krijgt hij 2 antwoorden, maar dat er 2 activiteiten aangekoppeld zijn, dat weet een gebruiker natuurlijk niet. Nee, dat is ook hier het eerste plek waarop we dat laten zien, zodat hij dat inderdaad weet. En dat we dus ook aangeven voor deze werkzaamheid die u heeft gekozen, heb je 2 activiteiten die relevant zijn, of nog meer, zoals bij bijvoorbeeld metaalassen, wat hieronder in beeld staat. Dat gaat 3 activiteiten. Dus hier maken we die overstap inderdaad vanuit dus werkzaamheden naar de juridische wereld waar de gebruiker wat mee moet. We hebben dit uitvoerig getest ook. Okay. En het blijkt inderdaad dat gebruikers hier doorheen komen. Ja, ja, een stuk beter dan met het vorige ontwerp. Ja, nee, het is sowieso een hele grote verbetering hoor, daar niet van. Ja, oké. Maar je moet dus wel even weten dat bodemenergiesysteem, dat de naam is van de activiteit van de gemeente. En dat milieubelastende activiteit gereguleerd in het omgevingsplan een andere activiteit is. Dat moet je dan wel even begrijpen natuurlijk. Ja, dat is misschien nog een beetje voor de ongeoefende gebruiker misschien nog een beetje moeilijk. Maar het staat er wel allemaal. Ja. En jullie hebben het getest, dus oké. Ja, het komt meer op goed lezen, ja. En we kunnen het natuurlijk, de wetgeving is ingewikkeld. Dat kunnen wij helaas niet simpeler maken. Nee, je kan geen simpel systeem bouwen op ingewikkelde wetten. Dat weet ik ook. Goed. Nee, prima joh. Dan zie ik ook een dingetje van Danilo. Dus dan is er in de zaal vast ook een vraag, gok ik. Ja, klopt. Ja. Vraag van Elisabeth.
Die mijnbouwwerk, dat gaat volgens mij nog niet helemaal goed. Want daar is inderdaad de... Die hebben allebei dezelfde bovenliggende activiteit. En die heeft gewoon mijnbouwlocatieactiviteit alleen maar. Dus volgens mij gaat er daar nog iets mis. En die zijn ook allebei toepasbaar gemaakt. Dus ik denk dat ik dan later met Ricardo nog even ernaar moet kijken. Van, gaat dat wel helemaal goed? Want volgens mij gaat het niet goed. Dit had ik niet verwacht op basis van... Maar voor mij was het op zich prima, want deze situatie wilde ik ook wel laten zien. Ja. Maar inderdaad, het is niet zoals je het had bedoeld. Dus daar gaan we vanmiddag nog even, misschien even naar kijken. Ja. Ik moet deze kant op kijken voor de gulhuis. Oh, er is nog een vraag. Ja, ik weet niet of ik verstaan ben. Maar is het niet handig als je een blokkerende melding hebt, die helemaal bovenaan zit om daarmee te beginnen? Ja, in basis hebben we alle blokkerende meldingen inderdaad altijd bovenaan staan. Alleen deze melding die is een hele uitzondering daarop. Want waar het hier op gaat bij deze melding, die hoort specifiek bij die knop naar aanvragen. Deze melding die geeft namelijk weer dat er geen formulier is waarmee je kan indienen. Als het goed is zal dit een situatie zijn die straks niet zou moeten voorkomen. Omdat je voor de indieningsvereiste altijd formulieren moet maken. Maar technisch kan het natuurlijk zijn dat die ontbreekt. En dat is hier ook het geval dan bij die content. Dus hier volgt van ja, je moet een vergunning aanvragen of een melding doen. Maar dat kan niet, want het formulier is er niet. Dus vandaar dat specifiek dit de enige uitzondering is in melding die we hebben. Die dus niet bovenaan staat, maar bij die knop naar aanvragen. Ja? Ja. Ik zie dat er een vraag is van Marco Hoogendoorn. Ja. Dat klopt. Ja, kan je nog een klein stukje naar beneden scrollen, Rick? Wat me opvalt is dat er voor mijnbouwactiviteiten op de Noordzee, en niet zijn in de Noordzee, contact op moet nemen bij de gemeente en niet bij economische zaken en of RWS. Ja, dat klopt. Omdat we generiek namelijk, anders zouden we voor alles waar het Rijk de regels voor heeft gemaakt, gaan verwijzen naar het Rijk. We hebben heel bewust gekozen en volgens mij is het een algemene lijn, zelfs binnen de overheid, dat je eigenlijk iemand contact op laat nemen met het bestuursorgaan, het niveau wat er dichtbij staat. Dus altijd het laagste niveau. Vandaar dat wij ook overal verwijzen inderdaad naar gemeente, dan wel waterschap. En als het toevallig specifiek is, kijk en deze is misschien ook wel een beetje vreemd, maar ja, degene die hier dan contact over op moet nemen, die heeft misschien ook wel een ingang. Als ik bijvoorbeeld als burger inderdaad contact op moet nemen ergens met economische zaken, ik zou echt niet weten waar ik moet beginnen. Dus dan ga ik eerst wel naar de gemeente toe, want die kan mij hopelijk helpen. En als ik ergens anders heen moet, verwacht ik dan ook wel gerichtere informatie. Wat voldoende antwoord op jouw vraag, Marco? Ja, goed. Kijk, dan krijg je natuurlijk diezelfde discussie dat het niet gekoppeld is aan beperkingsgebieden. Ja, die discussie moeten we hier in dit kader niet gaan voeren, want dat is een andere. Nee, sorry. En die loopt nog. Tom, dan. Ik vraag aan Ricardo of die metaallasten nog een keer open wil klappen. Want ik zag daar geen verwijzing naar activiteit. Ja, die is er wel. Alle bullets zijn activiteiten. Dus dit gaat op 3 activiteiten. Dus activiteit neemt contact op met Rijk. Activiteit neemt contact op met provincie. Wat voor een activiteit hebben we het dan over? Dat is een hele goede activiteitnamen. Testcontent is dit, wat blijkbaar is toegevoegd. Okay. En de activiteit heet dus, neem contact op met Rijk. Dus dit is de integratieomgeving. En daar zit af en toe wat content die normaal realistisch is op. Dat is mij duidelijk. Ik was even in verwarring. Oké, dank je. Snap ik. Als hier verder geen vragen meer zijn, dan... kunnen we dan met het volgende onderdeel. En dat is dan de herbruikbare conclusie. Jeroen. Ja, ga ik doen. Is er iets te zien? Ik zie er zo niks. Ja. Ja, oké, mooi. Ik heb ook in de vergunningcheck een werkzaamheid klaargezet. En daar al wat vragen van beantwoord. En ik wil even laten zien wat voor effect dat heeft en hoe wij omgaan met de herbruikbare beslissing in de conclusie. Wat ik nu heb gedaan, ik heb nog van beide niet alle vragen beantwoord. Dan zien we inderdaad als conclusie
dat we dat ook nog niet hebben gedaan. Dus dan moeten we even een stapje terug. En dan ga ik voor die laatste, materialen schoonmaken, lijmen of coaten, ga ik even alle vragen beantwoorden. Zo, coat metaal. En dan vervallen een aantal vragen. En dan heb ik, als ik deze inklap, zie je hier ook staan, 1 van 1 beantwoord. Dus voor deze werkzaamheid heb ik nu alle vragen beantwoord en voor die bovenste nog niet. Wat we nu zien, is dat we inderdaad voor die bovenste nog vragen moeten beantwoorden, maar dat voor materialen schoonmaken, lijmen of coaten, dat we nog geen conclusie hebben, omdat we eerst van een andere activiteit of werkzaamheid de vragen moeten beantwoorden. En dit is nu de tijdelijke workaround. Later gaan we hier ook vermelden welke werkzaamheid dat is. En dat gaat in dit geval uiteraard om het bedrijf dat metaalproducten maakt. Dus de eerste vraag daarin is de vraag voor de herbruikbare conclusie. En zodra ik die dan ook beantwoord, en ik ga weer verder, dan zien we inderdaad ook dat we hier daadwerkelijk een conclusie hebben voor die onderste. Ik voor die bovenste nog niet, want ik heb bij deze laatste stap nog niet alle vragen beantwoord. Maar dat is in dit geval ook niet nodig om voor deze werkzaamheid een conclusie te krijgen. Ik kan dat wel even doen. Die ook. Dan heb ik nu daadwerkelijk voor beide werkzaamheden een conclusie. Ik zal ook even laten zien hoe dat in de PDF eruit ziet. Even scrollen. Oh, nou. Ik zie dat er hier nog wat misgaat met de content. Nou, dit is natuurlijk nog de oude conclusie. Want de PDF hebben we natuurlijk op de rol staan voor volgende sprint om aan te pakken. Oh, sorry. Ik wilde dit helemaal niet laten zien. Ik moet eigenlijk nee, de volledige conclusie. Zo. Even alles verwijderen. Ik doe het gewoon even opnieuw. Zo. Zo, daar zijn we weer. Nieuwe PDF. En daarin staat dus uiteraard ook dezelfde tekst. Dat er nog geen conclusie beschikbaar is. En dat we eerst voor de andere werkzaamheden de vragen moeten beantwoorden. Precies, ja. Ik kan hem ook even voor maatregelen op maat laten zien. Ja, dezelfde. Dat is mooi. Want daar is die in de basis iets anders. Hier ook beantwoorden. En dan zien we hier een melding die aangeeft dat we inderdaad voor materialen schoonmaken, lijmen of coaten nog geen conclusie hebben. Omdat we ook eerst de vragen voor de andere werkzaamheid moeten beantwoorden. En dat is ook weergegeven in de PDF. Hoop ik. Even een ingewikkelde PDF om samen te stellen, blijkbaar. Het duurt wel even. Dat is wel gek. Nou, ik denk geen PDF op dit moment, helaas. Nee. Er is iets wat traag reageert, in ieder geval. Ik denk dat we hier niet op moeten gaan wachten. Nee, is niet het belangrijkste inderdaad in het kader van de functionaliteit die we hier wilden tonen. Ja. Dus laten we doorgaan dan met de volgende ook omwille van de tijd. Menno. De luchtfoto en de subactiviteiten op locatie. Yes. Goedemorgen. Volgens mij is mijn scherm intussen zichtbaar. Ja. Kijk, nou, ik zit op aanvraag en ik ga een nieuw project maken. En dan komen we bij het selecteren van de locatie. En ik ga het een beetje combineren. Voor de relevante subactiviteiten die getoond moeten gaan worden op basis van locatie, heb ik een aantal locaties beschikbaar. De allereerste is een adres vlakbij het spoor van Middelburg. Die gaan we even selecteren. Nou, hier zien we inderdaad de spoorlijnen lopen. En dat we een bepaald adres hebben geselecteerd. Mocht je niet helemaal zeker zijn, zoals we eerder hebben gezegd, zijn er nu kaartlagen toegevoegd.
Hier hebben we nu ook luchtfoto. En als je overschakelt, dan zie je ook de luchtfoto daarvan terug. Dus mocht je het zeker willen weten en de locatie bekend zijn, dan kan je hier relatief makkelijk terugzien waar je bent. Als we nu doorgaan met deze locatie, dan krijgen we een aantal activiteiten terug. En dan wil ik er even specifiek eentje hebben. Dat is deze, een activiteit om verbeterd zoeken. Voor de testcontent overigens. Als ik deze activiteit selecteer en ik ga naar de volgende, dan vinden we twee subactiviteiten terug. Eentje op bronzenstations bij een bijzondere spoorweg en bij een hoofdspoorweg. Nou kunnen we een andere locatie gaan selecteren. En daar weet ik er toevallig eentje, bijvoorbeeld op het station van Utrecht. Als ik die selecteer, ik zit op de stationshal bij Hoogkaterijnen. En als we dan vervolgens naar de volgende stap gaan, dan is mijn activiteit ook nog geselecteerd. Kan ik naar de volgende en dan krijgen we alleen maar de hoofdspoorweg terug. Dus in dit geval kunnen we niet meer de bijzondere spoorweg selecteren, maar alleen de hoofdspoorweg. Om vervolgens de andere te bereiken hebben we nog weer een andere locatie, ergens in Zeeland. En dan ga ik even kijken. Ja, dat was die. De Weidjes in Zeeland, nummer 2. En als we doorgaan, is onze activiteit ook nog steeds geselecteerd. En dan zien we de bijzondere spoorweg terugkomen. Maar er zijn dus natuurlijk nu ook mogelijkheden dat we een locatie hebben waarbij ze geen van beide beschikbaar zijn. De hoofdactiviteit is in heel Nederland beschikbaar. Maar als we dan bijvoorbeeld gaan kijken in Texel, de Burgwal, Den Burg. En we gaan naar de volgende stap. Dan krijgen we ook de melding te zien dat op de nieuwe gekozen locatie de activiteit die we gekozen hadden niet beschikbaar is. En dus ook wordt verwijderd uit de lijst, want hij heeft geen subactiviteiten. Maar vervolgens zien we hem hier ook niet meer terug. Dus als we hem hier zoeken, kan je hem wel terugvinden, maar kan je hem niet meer selecteren. Dat was het stukje wat ik wilde laten zien. Dankjewel, Menno. Kijken, zie ik nou in de luchtfoto een mooie feature, geeft Christian aan. Dankjewel. Nol heeft een vraag. Je kunt hem dus wel vinden, maar niet selecteren. Daar hoort denk ik wel een melding bij, want anders is dat niet een heel logisch gedrag, denk ik, vanuit perspectief van de eindgebruiker. Klopt. Wat geeft hij op dit moment als je hem wil selecteren? Wat deze had ik zelf ook nog niet op deze manier even gezien. Daar moeten we dus denk ik nog wel wat aan doen. Als er wat undefineds inkomt. Want inderdaad, hij zou hier ook niet moeten verschijnen. Dus, hij zou helemaal niet zichtbaar moeten zijn in het zoeken naar activiteit. Dus daar zit nog iets. Dus wij krijgen hem blijkbaar wel terug. Dus hij zou nu vanuit inderdaad de service denk ik toepasbare regels ook niet terug moeten komen. Dus gaan we contact zoeken met het team van Vincent inderdaad om te kijken van hoe kunnen we dit nog tackelen. Live gevonden bug. Geen vragen meer? Ook in de zaal niet. Dan hebben jullie nog het doorkijkje naar de volgende sprintergoed. En die ziet er zo uit. Ja, we verwachten dus het restwerk uiteindelijk voor weer onderhoud voor het uitverseren van die waszaten af te ronden. Verder een heel aantal verdere stappen voor verbeteren van locatie kiezen. Want we hebben dus nu twee achtergrondlagen en vervolgens gaan we dus een aantal zaken daar ook op kunnen tonen. Namelijk kadastrale grenzen en bagobjecten. Moet ook nog verder weer helpen om makkelijker de juiste plek te kunnen vinden. We zijn erachter gekomen inmiddels dat er ook aardig wat verschillen zijn ontstaan tussen ons en de viewer. Dus we gaan daar toch proberen om weer verder aan te sluiten gewoon bij de aanpassingen die de viewer heeft gedaan. Onder andere schaalniveaus zagen we dat daar anders zijn en zijn verder nog wat andere kleine verschillen. Die gaan we proberen weg te poetsen.
gaan dus verder met de PDF van de conclusie. Want zoals Jeroen net even onbedoeld liet zien, daar zag je inderdaad nog het hele oude met de vele icoontjes en vele teksten. En dat gaat er ook allemaal in de nieuwe opmaak wat meer uitzien, zodat de gebruiker herkent in de PDF wat hij ook op het scherm heeft gezien. En dan een aantal punten rond beheer en onderhoud. Melding van milieuactiviteiten. Nou, die hebben we ooit gemaakt op verzoek inderdaad van het team wat de Rijkscontent maakt. Dat je dus alle milieuactiviteiten moest kiezen. Later dat dat niet nodig was. Nou, inmiddels is het gewend dat die toch helemaal weggaat. Dus die gaan we helemaal eruit halen. En wat we gaan aanpassen is, ja, je kan nu als je heel handig bent met URL's een beetje wijzigen en daarmee spelen en manipuleren. In combinatie met dat je snapt hoe ons sessiemanagement werkt. Dan kan je wat dingen naar voren toveren dat het lijkt alsof je een echt resultaat hebt. Waar geen regels voor gelden. Ja, dat willen we natuurlijk niet voor de slimmerikken die zo handig zijn. Dus dat gaan we uiteindelijk dichtzetten, dat het op die manier kan. Dan kan je uiteindelijk straks doen met die URL wat je wil, maar krijg je daar dus niks voor in de plaats. Die stond eigenlijk een sprint verder en die hebben we dus naar voren gehaald, omdat we wat andere dingen door hebben moeten schuiven ook. Oorspronkelijk hadden we staan ook in deze sprint om met de locatiegroepen, iets wat is gevonden vorig PI aan het eind daarvan, dat de geovragen zoals we die tonen, daar tonen we dus gebieden bij in zo'n mauve kleurig vlakje. En dat gaat goed op het moment dat het gewoon een enkelvoudig gebied is, maar op het moment dat het in een locatiegroep zit, ja, dat type dat kenden wij nog niet. Dat is dus vooraf en voorin in de keten bedacht om daar wat problemen te tackelen. En die konden we niet tonen. Alleen dat betekent dus ook dat Ozon die moest daar ook een aanpassing voor doen. En die aanpassing die waren zij eerder van plan om in sprint 3 te doen. Alleen die is bij hun doorgeschoven naar komende sprint. Dus vandaar dat die aanpassing bij ons ook door is geschoven dan naar sprint 5. Dus vandaar dat we iets anders ook naar voren hebben getrokken. Verder geen vragen denk ik hierbij. Nou, dan zijn we aan het eind gekomen van deze sprint review. Dus dank jullie wel voor de aandacht en tot de volgende keer. Dankjewel Rick. Dankjewel. Applaus. Dankjewel. Ik weet niet of je het hoort. Heel zachtjes was hij inderdaad deze keer. Gehoord, ja. Oh, dat is luider. Alleen hier...